Hi, jojo mensen, knoop de keer en vandaag zijn we terug met een nieuwe Minecraft aflevering. Hehe, daar zijn we weer. Goedemorgen paardjes, hoe gaat het met jullie? Hebben jullie een leuke week gehad? Ja, ik hoop voor wel. Nou, dat zou mooi zijn. Hoi, 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 schaapjes, hoe gaat het met jullie? Ik ben zo vrolijk vandaag, jongens, niet te geloven. Eigenlijk ben ik super moe vandaag, maar goed, ik kon echt mijn bed niet uitkomen. Ik heb vannacht 15 uur geslapen. Nou, dat heb je niet vaak. Ik heb een weekendje gehad, dat was zoveel lopen en vermoeidheid. Oh man, het komt er even in één keer allemaal uitzetten. Maar dat geeft niet. We zijn nu aardig fit weer. Het is wel aardig warm. Maar we kunnen deze aflevering gewoon verder met de Minecraft World. Ik had ook een video minder daardoor. Laatst. I'm sorry for that, oké. Eén dag geen video op Minecraft. Op Chrome Place. Het spijt me. Ik dacht gewoon, vandaag even niet. Het spijt me, oké, jongens. Ik weet dat dit een shock is voor jullie. En dat we dit gewoon niet hebben gedaan. Het is vreselijk. Het spijt me. Maar ja, doe allemaal duimpje omhoog. We zijn weer terug. Nothing on the hand. We gaan verder en verder en verder. Sowieso. We gaan eerst eens even die cactus die we hebben. Die hebben we hier. Laten we even een paar cactus dice verbranden. Want als we dit in de oven stoppen, dan krijgen wij dat prachtige die. En dan kunnen we een schaapje even overzetten. Dat is wel leuk misschien. Dan hebben we dat ook weer een keer gedaan. Hoppatee, dan rennen we even hier naar beneden. Dat moeten we even doen. Snel. Goedemorgen allemaal. Hi, hi plantjes. Ik heb eigenlijk wel wheat nodig, ja. Hey. Ik ben verdwaald in mijn eigen huis. Zwat. Hey. Wacht heel even. Hoe kom jij hier? Die koe is iedereen geglitst. Holy shit. Man, we moeten binnenkort de koetjes maar eens eventjes los gaan laten weer. Want als die koetjes erheen glitchen, dat is nooit goed. Even kijken. We hebben voor nu eventjes aardig wat wheat nodig. Dan kunnen we even lekker die gasten mass produceren, weet je wel. Zoveel mogelijk schapen creëren. Dan kunnen we... Nou, oké, ik laat je leven. Ik ben een aardige jongen vandaag. Ik ben in een goede bui. Dus, hallo. Ja, we laten hem leven. Voor deze ene keer. Want de volgende keer dan maken we hem gewoon kapot, jongen. Even kijken. Heb ik wat blokjes nodig? Ja, ik weet niet of ik die daar al in heb zitten. Wat we moeten doen is deze gaan laten ketsen. Oh ja, en dan deze eruit halen. Zo, en die doen wij dan hier vasthouden in dit moment. Zo. Nou laten we deze jongens hier zo even kind krijgen. Hallo. Zo. Even een aantal. Want je hebt meteen wat meer hier ook, dus dat is nice. Dan ga ik hierheen. Als het goed is, komen hier nu van die kleine guppies allemaal heen. Hey man, hey broer, hey, kom er binnen. Hey, kom er binnen jongens, hey, kom er binnen. Oké, ja, nog eentje is genoeg. Oké, kijk, kunnen niet meer terug naar vader en moeder. Oh, denken ze, oh nee, wat erg. Maar ja, we gaan straks natuurlijk gewoon ervoor zorgen dat die jochies zich helemaal thuis voelen. Oké, upstairs, blijf daar jongens, blijf leven vooral. Dat is een goede zaak. Dat hebben we goed aangepakt. Want we gaan nu even groene schaapjes erbij doen. Dat hadden we nog niet. Dat is leuk om te doen. En ik ben ondertussen... Oh. Ga ik dat witte shit gaan knippen. Want we gaan ergens een zwembad maken. Ja. Ja, we hadden altijd al... We hebben het vaker over gehad van... Hey, Chromo. Misschien moet je een keer wat wit maken. Ja. Of een zwembad. Daar ging het vooral over. Dus ik zit nu te denken... Hey, we gaan een mooi wit zwembad maken. En kijken hoe dat eruit gaat zien. Ja, ik wil even wat witte blokken hebben. Kijken wat mooi is, wat niet mooi is. Misschien... Oké. Het is niet echt zwemweer, moet ik zeggen. Het is nou niet echt dat ik zeg van... Even aan de kant, jongens. Ik weet dat jullie allemaal terug willen naar papa en mama. Maar het is even tijd dat jullie nieuwe soort schapen worden. Hallo, nieuwe soort. Zo, een knallen van de onweer, hé. Je zou het te koud voor krijgen achter je pc. Oké, daar gaan we. We gaan eerst maar eens gewoon even kijken de locatie waar we het gaan maken. Dat is natuurlijk een belangrijk iets. En dan komen we straks even terug bij deze dikke knuppels. En dan komt het helemaal goed. Hallo. Ja, de locatie. Dat is een belangrijk iets natuurlijk. Want waar gaan wij een zwembad maken met een duikplankje en zo? Gaan we het buiten doen? Gaan we het binnen doen? Maken we een overdekt zwembad? Past het bij onze stijl hier? Want ja, we hebben natuurlijk hier... Alles een beetje ouderwets gewoon, weet je wel. Dat is een beetje hout hier, hout daar. En dit is echt een kasteel. Past het dan om daar een modern zwembad te maken? Nee, niet echt. Maar we kunnen natuurlijk wel zeggen... We gaan ergens anders gewoon in onder de grond een zwembad maken of zo. En dat je wel gewoon een kasteellook hebt. Ik zit alleen echt te twijfelen waar. Wat is cool? Wat is cool? Oh,
ontspant hij hier. Dat zal. Ik zie het voor deze kilo de vingers bij hem. Ah, ik denk dat het hier wel aardig donker is. Zo. Zo, ik hoor brand. Wacht heel even. Oh, nee, nee, nee. De bliksem is ingeslagen op het dak. Het is verschrikkelijk dit. No. No. Nee, 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 nee. Oh, ik hoorde dat ik een... Oh, kak. You kidding me? No way. Dat is het risico van hout, hè? Af en toe slaat het in. Ik heb het eigenlijk nog maar één keer eerder gehad in mijn leven, zo of twee keer. Maar ja, dit is dus weer een keer dat het gebeurt. Shit. Dus gewoon mijn hele dak is weggebrand. Nou, we zijn op zoek naar een zwembad. Laten we daar maar even gewoon naartoe gaan en dit eventjes met rust laten. Die klapt hier al ergens in de hoek binnen. Daar ja, wow. Oké, het is weer gedoofd. Zo, de onweer die klapt hier gewoon om ons heen in, jongen. Zo blijkt het een rustige aflevering te zijn. En zo blijkt het gewoon een grote onweerziekte te zijn. Ik kreeg er koud van. Oké, nice. Oké, ja, nou weet je wat? We laten dit gewoon zoals het is. Want hier binnen gaan we vast al een keer wat moois maken. We weten niet wat, maar in ieder geval geen zwembad. Hier binnen hoeft geen zwembad te komen. Dat is niet echt een locatie. Dat is niet echt een locatie voor een zwembad. Waar gaat deze weg heen? Aha. Ja, we hebben hier natuurlijk wel aardig wat ruimte om... Wat een onweer zeg. We hebben hier wel wat ruimte om een zwembad te kunnen maken. Ach! Hij komt even bij ons kijken natuurlijk. Hij denkt shit, maar hij spant in één keer voor me. Het is vandaag een mysterieuze dag. Ha! Ha! Yeah, we hebben een Ender Pearl. Nice. Hè, dat duurde lang. Nou, ik ben blij dat ik hem heb. Oké, we kunnen dus hier ergens inderdaad een zwembad gaan maken. Dat is misschien wel leuk. Dan zijn we ook dicht bij de schaapjes. Oh, wacht even. We hebben hier een area. Oh, wacht even, hè. Ik had hier een grotere area, dat weet ik zeker. Wacht, dat is misschien hierboven gewoon. Ja, hierachter hebben wij een area. Hier is perfect voor een zwembad. We hebben dit gewoon afgeschermd. Hier was vroeger mijn... mijn wheat farm. Dit was hier zo. Had ik heel groot gemaakt. Dacht, joh, dit is dik handig. En toen dacht ik bij mezelf... Nou, dat is eigenlijk helemaal niet dik handig. Dat is eigenlijk gewoon heel onhandig. En het vond het wat ver weg van mijn koeien staan. Omdat we die hadden verplaatst. Dus, toen kwamen we op de conclusie... Om er gewoon vervolgens maar hier ook dit weg te halen. En het leeg te laten staan. En misschien weer een keer wat anders hier maken. Nou, aangezien we niet echt veel gebruik maken van deze locatie hier... En het toch onweert buiten. Kunnen we hier best wel een zwembad gaan maken. Dus hey, dat is wat we gaan doen. Het is een kwestie van hier iets de boel omhoog gooien. We hebben al een kleine soort ruimte in ieder geval. Even kijken. Hak hier een beetje wat dingetjes weg zo. Gaat allemaal aardig vlot. Dus we hebben er ook niet zoveel last van. We kunnen gewoon eerst even gaan kijken hoe we het gaan maken. Want we hebben hier natuurlijk die muur. Ja. Dan wil ik eigenlijk de kleedhokjes hebben ook. Even een paar kleedhokjes, zeg maar. Gewoon als er ooit iemand komt, kunnen we het omkleden. Gaat op het idee. Hier kom je binnen. Oké, ja. Hier kom ik binnen. Dan kunnen we dit wit maken. Dan is dit gewoon een gang. Dan zorgen we ervoor dat hier ergens de kleedhokjes komen. Dat is wel leuk, denk ik. We moeten het wel een beetje realistisch maken. Hè? Dat als we hier dan weer een keer langskomen van... Ah ja, kijk, de kleedhokjes. Dat is echt heel realistisch, zeg. Een beetje dat idee. Dus dat is wat ik van plan ben. En dan moeten we ergens het zwembad maken. Het zwembad moet iets verder nog naar achter gaan. Dus we moeten nog hier en daar wat weghakken waarschijnlijk. Maar ja, dat hou je toch. Hè? Het is Minecraft. Vaak hak je dan wel eens blokjes weg. Dat ik weet niet waarom, maar soms doe je dat. Dan heb ik zoiets van... Oké, nou ja, als we dat doen, dan doen we dat. Dus dat is een beetje het hele probleem hier natuurlijk. En hadse flatse kazenvlee, daar gaan we. We zijn bijna klaar. Het is eigenlijk ook zo weg.
Soms maak je er helemaal druk om, denk je, ik moet nog zoveel hakken. En als je het dan eenmaal weg hebt, denk je, nice. Ik had echt de tijd van mijn leven hier. Oké, ik wil nog één rand weghakken en dan is het goed. Zo. Zo. En dan moeten we even een toortje gaan plaatsen, want anders gaan hier weer al die vieze, nare jongens spannen. En daar hebben we eigenlijk niet zo'n behoefte aan. Oké, hier nog sowieso één, hier nog eentje en hier nog eentje. Zo, kijk. Nou, dan hebben we hier al water liggen. Dat is natuurlijk niet wat we willen. Als eerst kom je de kleedhokjes binnen. En de kleedhokjes gaan wij hier zo plaatsen. Ja, ik doe even het water hiermee weghalen. Kijk, maar hier komt dan ergens de poort voor de kleedhokjes. Dit hoeft niet zo ver door te gaan. Zo, zoiets. Ja, ja, ja. Oké, dan komen we hier binnen de kleedhokjes in. Oh, wat gaan we doen? Ik denk dat we gaan zwemmen. Er zijn allemaal kleedhokjes. Oh nee, moet ik een zwembroek aan? Nou, ik zal het wel doen, anders ziet iedereen je leuter. Weet je, dat idee wordt het natuurlijk dan. We hebben hier alles toch schuin. Het is een beetje een schuine kakhoek waar we geen reet aan hebben. Ja, ja, meneer Onweer. Ik hoor het. Hoe lang gaat dit nog door? Oké, want Oké, want we hebben hier dit nog grijs. Ik wil dat ik een beetje grijs hou in deze stijl. En dan komen we hier binnen. Oh, en dan is het opeens wit. Is dat een goed idee? Oké, stel ik maak dit. Wacht, dit kan ik weghakken. Ja, zeker. Dus dit is prachtig. Hier kunnen wij witte stenen plaatsen zo. Of ja, witte stenen. Het is natuurlijk gewoon wol. Witte wol. Oké, stel dan doen we hier witte wol. Misschien doen we wel een kleurtje. De onderste rij een ander kleurtje of zo. Hoor. Dat zie je wel vaker met witte tegels. Anders wordt het te wit. Ja, dan wordt het zo saai. Dan denk je, nou, dat is niet echt mooi. Dan zeg ik, nee, dat klopt. Dat is niet echt bijzonder. Oké, dus dan komen we hier binnen. Pff, wat een geluid, man. Ja, laten we deze gewoon sowieso één opschuiven nog. En dan komt hier toch ook wel wit. Even kijken hoe dit eruit ziet. Kan dit ermee door? Ik denk het haast wel. Ik kan dit ook nog wel zo maken hoor. Ik denk dat dat niet zo'n probleem is. Dan gaan we gewoon hier zo doorheen. En dan wordt vanaf hier alles gewoon wit. Zie, even kijken. Zol, very nice. En dan hebben we hier ook de poort voor de kleedhokjes. Ja, ja, ja. Dat komt dan hier. Mie, kleedhokjes. Oké, is leuk. Helemaal gras en zand. Daar wil je echt in omkleden natuurlijk. Ja. En als we dit dan hier afschermen zo, hebben we hier gewoon een paar kluisjes en een kleedhokje. Dus we doen eerst gewoon allemaal kluisjes hier zo, denk ik. Dit wordt nog een witte muur. Kluisje 1, 2, 3. En dan hebben we hier een paar kleedhokjes. Maar eigenlijk moeten we aan deze kant de kleedhokjes hebben, aan deze kant de kluisjes. Want je hebt vaak de kleedhokjes en dan loop je door en dan kom je in de gang naar het zwembad. Ja, dat is vaak realistischer. Dus laten we dat gewoon gaan doen op die manier. Ik denk dat dat beter is. Hoe gaat het met onze kleine schaapjes? Hey jongens. Hey. Oké. Okay. Knip nog even weer wat witte wol. Om iets meer uit te zetten zoals ik het wil. Hoi, dankjewel. Hoi, dankjewel. Hoi, dankjewel. Hallo jongens. Oh, hoi, dankjewel. Oké, okay, hoi, dankjewel. Super, kijk. Nou, wel weer. Schaapjes, zit met je dikke bolle reet ervoor aan de kant. Oh, schapen, wat moet je er af en toe ook mee, hè? Nou. Wiet hebben we niet meer nodig. Wiet. I smoke wheat every day with sheep. Ja. Oké. Okay. Dus dan krijgen we dat deze muur nog gewoon sowieso even wat doorloopt hier. Dan komt hier een kluisje. Die kunnen we hier achter prima even werken zoals je ziet. Dat is gewoon een kwestie van een muurtje plaatsen. En dan kluis erin. En dan denk ik dat het een beetje zo gaat. Zeg maar op en neer. Dan heb je gewoon hier rij kluisjes, witte muur, rij kluisjes, witte muur. Ja. Jawohl. Dat is zo mooi. Oké, dan gaan we nog deze tot hier door. Ja. Komt hier al het eerste kleedhokje. En ik wil het wel even vast zo wit hebben. Er moet hier een deurtje in komen. En ik denk dat we dan een grijs deurtje erin doen, omdat die natuurlijk op slot moet gaan. En dan kunnen wij die alleen deze vanaf buiten openmaken. Dus dan gaan we iron door maken.
Ja, en het kan gewoon een klein kleedhokje zijn. Ik denk niet dat we daar heel veel moeite in hoeven te steken. Dus zeg maar gewoon dit is een kleedhokje. En dan lopen we dan in. En aan ieder volgende deur lopen we eruit. Dan gaan we hier al een gang creëren van 3 breed, denk ik. Daar komen we dan in. Lopen we door. Zorgen ervoor dat hier ergens de ingang is. En dan gaan we hier het zwembad creëren. Goed idee? I hope so. I hope you like it. Ik denk dat dat wel leuk is. Laten we eens een iron doormaken en kijken wat we ermee kunnen. En hallo. Hallo. Ja, dat is denk ik wel vet. En dan hebben we natuurlijk gewoon ook hier ook gewoon waar we, dat we erheen kunnen gaan. Maar dan blijft dit gewoon lekker naturistisch. Sure, like this. En dan hebben we hier ook gewoon naar beneden. Ons kasteel. Dat was onze lift. Ja. We moeten dit eigenlijk wel een keer afmaken. Want dat wit hier zo, dat is eigenlijk helemaal niet mooi. Even wat hakken hoor. Even iets mooier maken. Ik erger me daar eventjes helemaal aan. Al dat lelijke witte. Zo. Zo, alsof het ervan gemaakt was natuurlijk, hè. Oké, nou laten we even kijken of we die iron door kunnen maken. Dan moeten we twee iron doors maken en een button. Dus wat hebben we nodig? We hebben smooth stone nodig. Zo, ja, 6 smooth stone is denk ik wel zat. Smooth stone zie je namelijk beter als hout. Nieuwe recipes. Vet man. Ja man. Even kijken, hebben we nog iron hier? Nee, iron ligt alleen maar aan die kant voortaan. Hallo. Hallo. Oké, iron door. En dan hebben we 6 iron doors voor nu, denk ik. Nou, nog even een paar erbij. Zo. Oké, 12 iron doors. Ik denk dat we dan voldoende hebben. Iron erin. Dan hebben we 6 buttons. Dat is natuurlijk niet voldoende, denk ik. Dus laten we dan ook nog eventjes 6 buttons erbij kopen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wee! En die doen we even zo maken. En dan hebben we nog wat witte wol nodig. Zo. Harikidari. Daar gaan we dan met ons knarrie. Oké, perfect. Het loopt gewoon allemaal soepel vandaag. Het is niet te geloven natuurlijk. Even kijken. Hallo. Goedemorgen. Zo. Dan gaan wij eventjes zorgen dat dit hier zo af is. Dit hier zo af is. En doen we deze rij ook nog eventjes zo. Ik weet niet hoeveel we er hebben gemaakt, maar dat zien we zo wel. Yes, oké. Ja, we hebben daar natuurlijk onder hebben we dan wol, maar hierboven hebben wij ook wol. Zo, elk kleedhokje krijgt zo zijn dingetje. Dan hebben we 1, 2... Oké, ja. Ik denk dat het helemaal uitkomt zo. Dan hebben we 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. We hebben alleen 1 probleem, zit ik na te denken. Want als ik hier een button plaats... Gaan de 2 deuren open! Dus moeten we de button erboven plaatsen. Wat ook niet een heel groot probleem is in principe, maar... Op zich staat dat ook wel leuk zo. Oké, dus ik wil naar binnen. Dan sta ik hier binnen. En dan wil ik er weer uit. Dan komen natuurlijk hier al die dingen. Dit was gewoon random. Oh, kak. Wat heb ik even niet nodig nu? Ik hoop even een zwaard niet. Zo, ik kan even koppel in gewoon random. Maakt niet uit, want dit bedekken we weer zo. Zo. Oké. Moeten we natuurlijk wel eventjes de rest ook mooi maken hier zo. Zo. Zijn in ieder geval de kleedhokjes al zo goed als bijna af. Ik denk alleen dat we er nog een plafondetje in moeten gooien en dan zijn we die af. Dus let's go met de banaan. Appetee. Dat zijn de beste appetees die je maakt een appetee. Misschien doen we daar in de toekomst wel een lampje in of zo. Dat is wel leuk. Dan hebben we wat meer licht. Want nu zijn het hele donkere hokjes eigenlijk. En die. Super. Maar ja, dan kunnen we natuurlijk niet hier zo aan gaan doen. Ja, als we eruit willen, dan maken we een speciale exit. Maar hier komen we erin.
Ja. Dan gaan ze allebei open. Nou, weet je wat? We doen het gewoon zo. Maakt in principe niet uit, want dan weten de mensen ook dat wij eruit zijn gaan, weet je wel? Dus, op. Oké, wacht even. Dit moet even nog gemooi maakt. Gemooi maakt. Oké, dit gaat even gemooi maakt worden. Zo. Happatap, happatap, happatap. Yes. Hey! En dan kom ik dus hier. Deze gang wordt drie breed. En zo. Ja, oké. Ja, we snappen het hele storytje nu zo. Ja, oké. Nou, dan doe ik deze weer weg. Past even niet, hè. Zo. Dit gaat in principe dan dicht hier. Want we willen natuurlijk niet dat de mensen hier zo heen kunnen. Je komt hier binnen. Je gaat hier ook gewoon naar het zwembad. Dus. Ah, we kunnen deze gang wel door laten lopen. Het is gewoon als je wil zwemmen, ga je zwemmen. En anders kunnen we misschien deze gangen hier ook gewoon lekker door laten lopen. Dus dat we gewoon hier wel ons werk kunnen doen. Bij wijze van spreken. En als binnengang, als binnendoorgang kunnen gebruiken. Dus hey, wil je naar het zwembad? Ga hier erin. Wil er niet heen, dan loopt deze gang hier gewoon netjes door. I think that's a good idea. En dan kunnen we dit gewoon wat breder hakken, zodat deze gang hier gewoon netjes doorgaat op deze manier. En dan kunnen we nog wat schilderijen hangen of wat leuks van maken, weet je wel. Dat je wel zoiets hebt van, ah, oké, dat is nice. Zo. Ja. Yeah. I like it, it's nice. Hier hebben we natuurlijk wat water liggen. Dat is niet echt bijzonder mooi. Kijk, iron erbij. Goh, jongens, jongens. Wat een rijkdom, hè. Hier, hoppatee. Ja, die kunnen we gewoon door laten lopen hier zo. Hier is nog een kamertje. En ik weet niet waarvoor. Hier heb ik ooit iets willen maken. En ik kan me licht herinneren wat. Als jullie het laten weten, willen weten. Als jullie het weten, laat me even weten wat ik hier wilde maken. Ik denk de wheat farm. Ik denk het. Of de koeien iets. Maar toen kwam ik erachter dat het te ver weg was. Maar ik zou het niet weten. En sommige kijkers van jullie zijn super scherp. Die weten het nog wel. So if you know, you can let me know. Oké, maar dit ziet er beter uit. Toch hebben we gewoon wat meer ruimte hier. Zo moeten we nog even een trappetje van maken. Natuurlijk dat we hier omhoog kunnen komen. Even een toortje plaatsen af en toe. Want anders wordt het zo donker binnen. Oké. Ja, dat hele idee perfect. Dus hier kunnen we het zwembad in. Dan moeten we eigenlijk nog even een poortje hebben of zo waar je moet betalen. Kunnen we hier nog in doen? Gewoon, het is een check, porch check. Gewoon van hallo, ik wil graag naar binnen. Oké, kom maar. Oh, wacht even. Dan moet je eerst even controlepaaltje doorgaan. Oké, dat is wel nice. Dus dan hebben we dit gewoon. Hoi, we zijn binnen. En dan gaat hier het hele zwembad gebeuren maken. Kunnen we hier nog misschien een raam in plaatsen? Dat we naar binnen kunnen kijken. Dat we een beetje het raam zien. We moeten iets vets hebben. We moeten misschien een klein wildwaterbaantje erin maken. Of iets in die richting. Maar ik weet nog niet precies wat. We komen daar vanzelf achter. We hebben aardig wat ruimte hier, dacht ik. We zitten wel onder het water. En nou weet ik niet wat het waterniveau is. Ah, we kunnen aardig wat. Als we gewoon naar beneden gaan, dan sowieso. Dan hebben we alle ruimte van de wereld. Dus ik denk ook dat we dat gaan doen hoor. Want dat zou wel het mooiste zijn. Dus. Hallo. Hallo, I'm finished. Oké, en dan gaan wij hier zo heen. En dan gaan we beginnen daar met het prachtige zwembad. Maar dat zwembad gaan we de volgende keer maken. Dus dat zien jullie bij de volgende aflevering. Heel erg bedankt voor het kijken. Als je het leuk vond, doe natuurlijk een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie dan weer bij een volgende video van Minecraft. Hey, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Jojo, jojo.